leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een video die jullie de vorige keer heel erg leuk vonden. Dus ik dacht, we gaan het gewoon nog een keertje doen. Ik heb namelijk weer bij Shein wat dingetjes uit mogen zoeken. Dus ik dacht, ik ga hier weer lekker een aparte video van maken. Is er ook weer een extra video online? Dat is misschien wel heel erg leuk. Het zijn wel voornamelijk nog echt zomerse items. Terwijl het weer buiten echt meer naar de herfst toe neigt. Dus dit zullen wel een beetje de laatste zomershoplogs worden. Althans, ik moet echt stoppen met zomerkleding kopen, want ik ga het toch niet meer dragen. Maar ik zag gewoon zoveel leuke bikinis online dat ik dacht, ja, ik moet dit gewoon alvast hebben voor volgend jaar. Dus het zijn vooral nog heel erg veel zomeritems. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. De volgende shoplogs zullen allemaal een beetje wat meer herfstgerelateerde shoplogs zijn. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Maar voordat we gaan beginnen, heb ik nog iets heel erg leuks. Zoals jullie misschien weten, draag ik de oorbellen van Lovelinks. En ik heb voor jullie daarvoor een kortingscode. Momenteel draag ik dus de Vagabond Earrings Gold. Ze waren van €155. Met de code FLEUR15 krijg je dus 15% korting. Deze code is dus vanaf vandaag vrijdag tot en met zondag geldig. Je kunt ze dus loskopen of per setje. En per setje kostte dus €155. Maar los kosten ze dus uit mijn hoofd €80. En met de code FLEUR15 gaat er dus nog 15% korting van af. De oorbellen zijn dus van verguld 14 karaat goud. En dat betekent dus dat het een laagje echt goud is over een laagje echt zilver heen. Waardoor de oorbellen dus veel langer mooi blijven. En je er gewoon alles mee kan doen wat je wil. Deze code is dus geldig vanaf vandaag tot en met zondag. FLEUR15, link staat in de beschrijving. Dus dat wilde ik nog eventjes gezegd hebben voordat deze video ging beginnen. Nu gaan we echt beginnen met Shein en alle zomerse items. Oké, laat ik maar beginnen met een doos die ik dus al heb opengemaakt. Ik ging namelijk van de week naar het strand. En ik wist gewoon, hier zitten leuke bikinis in. Dus ik ging eventjes passen en kijken. En vandaar dat ik er dus ook al eentje heb opengemaakt. En dat is namelijk een badpak. Dit badpak hebben Lindsay en Stacey. En ik had die toen bij hun gezien. En ik vond het zo'n mooi badpak. En die kleur vond ik ook echt geweldig. Dus ik dacht, ja, die moet ik gewoon hebben. Het is dus een badpak in een beetje, ja, een groen blauw kleurtje. Ik vind het echt een heel erg mooi kleurtje. Hij heeft dus een hele diepe V-hals. Verder aan de achterkant is het wel gewoon een normaal broekje. Het is verder geen stringmodel of zo. Maar hij heeft dus hele lange touwen eraan zitten. Wat dus het idee is, is dat je hem zo doet. En dan doe je die touwtjes naar achter. En die bind je dan helemaal om je middel heen. Ik zal het zo meteen in de aanbeelden even wat beter laten zien. Dan snap je het misschien wat beter. Maar het is echt een heel mooi kleurtje. Ook echt een mega mooi stofje. Gewoon heel chic, maar ook weer heel erg mooi. Gewoon wat meer bedekt en zo dan echt een bikini. En deze heb ik in een maatje S. En ik zal even kijken hoeveel deze kostte. En dit badpak kostte €13. En ze hebben ook nog echt mega veel andere kleurtjes. Maar ik vond dit gewoon echt een hele mooie kleur. Dus dat is die. Dit is het badpak. Deze vind ik ook wel echt heel erg mooi. Ik moet alleen nog eventjes kijken hoe ik dit mooi gestrikt krijg. Maar ik heb dus ook weer die vullingen eruit gehaald. En aan de achterkant zit ik echt heel erg mooi gekruist. Wat ik echt heel chic of zo vind ogen. Dus dat is deze. Dan gaan we door naar de volgende bikini. En je kan misschien wel aan mijn trui zien en aan mijn nagels wat mijn lievelingskleur is. Maar deze bikini is dus ook weer in die kleur. En ik vond dit echt een heel erg mooi. Nou, ik zie dit model echt best wel vaak. Alleen ik dacht, ja, ik weet nou niet of ik het nou leuk vind of niet. En toen laatst zag ik dus een chick op Insta. En die had dus zo'n bikini aan. En ik vond het bij haar zo mooi staan dat ik dacht, oké, ik ga het gewoon proberen. En dat is namelijk zo'n bikini met een beugel middenin. Ik hoop dat je het goed kan zien. Maar deze beugel is dus heel hard. Dus deze bikini staat ook gewoon zo. Ja, het is heel gek als je hem vasthoudt. Je denkt echt van, hé, wat is dit? Maar het is dus in een lichtblauw kleurtje. Ik vind het echt een onwijs mooi kleurtje. Er zaten dus ook cups in. Maar die heb ik er dus uitgehaald. Want ik haal eigenlijk altijd bij alles je in bikinis en badpakken. Haal ik gewoon de cups eruit. Vind ik gewoon mooier. Ik heb deze in een maatje S. En dit is dus het topje. Zometeen tijdens de aanbeeld zal je het wel wat beter zien. En dit is het broekje. Ik vond het broekje wel echt heel groot eruit zien toen ik hem uitpakte. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi dat het een keertje een groter broekje is. In plaats van altijd maar zo'n billenbroekje. Maar dat is dus deze. Deze loopt ook wel zo mooi in een V-lijn omhoog. Dan lijken je benen altijd wat langer en je taille altijd smaller. Maar dit is dus het broekje erbij zit. Die vind ik ook heel erg mooi. En dat is dus ook gewoon een S. Je kan dit dus niet los van elkaar kopen. Je koopt echt een setje. Ja? Dus stel dat je de onderkant echt een veel kleinere maat hebt dan de bovenkant. Is dat wel een beetje vervelend. Maar vaak pas ik wel gewoon de S'jes hiervan. Dus dat is die. En die kosten. En deze bikini was €12. Oké, vorige keer heb ik in de bikini zeg maar wel mezelf helemaal in de spiegel gefilmd. Toen voelde ik me daar chill bij. Vandaag niet. Dus vandaag doe ik het gewoon lekker niet. Laat ik alleen de bovenkant zien. Onderkant. Als de broekjes te klein of te groot zijn, dan zou ik dat gewoon zeggen. Maar bij deze bikini zit het broekje prima. En dit is het topje. Het topje vind ik ook echt heel erg mooi zitten. Ik vind die beugel gewoon echt, ja, iets hebben of zo. Ik vind het ook een hele mooie blauwe kleur. Echt dat hele mooie
ja, lichtblauw. De cups heb ik er wel uitgehaald omdat ik dat gewoon zelf mooier vind. Maar dit is dus de blauwe bikini. En het broekje zit verder gewoon echt helemaal perfect. Dan een jurkje. En hier ben ik echt onwijs benieuwd naar. Hij was zo mooi op de foto. Ik hoop dat hij dat in het echt ook is. En dit is een wit kant of shoulder jurkje. Er zitten echt mega grote cups in. Ik weet niet of je dit kan zien. Oh my god, kunnen die er ook uit? Of volgens mij niet. Maar oké, we gaan het zien. Dit is in ieder geval het jurkje. Hij is dus off shoulder. Wat ik echt heel erg leuk vind. Er zit hier ook elastiek. Dus dat is heel erg chill. Zit hij echt super mooi zo om je heen. En aan de voorkant heeft hij dus ook nog van die touwtjes. Hij is wel best wel kort. Maar ik ben gelukkig niet zo heel groot. Dus ik denk dat hij bij mij wel moet passen. Maar hou er dus wel rekening mee als je wel wat langer bent. En aan de onderkant heeft hij dus van die hele schattige roesjes. Ik vind hem echt heel leuk. Leuker dan ik had verwacht eigenlijk. Bij de mouwen zit hij zeg maar gewoon strak. En dan bij je hand zit er zo'n elastiek en dan ploft hij uit. Een soort klein flares mouwtje. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb deze in een maatje S. En aan de achterkant zit ook nog een rit waar je dus open en dicht mee kan maken. Maar ik vind die cups wel een beetje gek hoor. Kijk eventjes hoe groot deze dingen zijn. Echt mega grote schijf. Ik hoop dat je dat eruit kan halen. Maar goed, dat gaan we zo meteen wel zien. Maar dat is dus deze. En deze was 28 euro. En dit jurkje. Ik vind hem echt onwijs schattig. Ik vraag hem nog wel steeds af waarom die mega grote cups erin zitten. Het is echt niet mooi. En ik krijg de achterkant niet in mijn eentje dicht. Dus ja, volgens mij past hij wel gewoon. Ik zit hem eventjes bij elkaar te houden. Ja, hij past wel gewoon. Maar hij zit hier wel echt, ik weet niet, je ziet het ook wel een beetje. Hij trekt hier echt bij mijn heup. Hij zit daar heel strak. En hier bij mijn tooi zit hij dan weer heel los. Maar ik vind het wel echt een heel erg schattig jurkje. Echt zo'n lekker bohemian-achtig uit eten jurkje. Maar dat is dus deze. Dan, als het goed is, een heel leuk top. Ik had deze bij Rosa gezien. Alleen ze had hem van Shein met lange witte mouwen. Of hij was gewoon wit met lange mouwen, zeg maar. Maar ik heb een zwarte met korte mouwen. En hij heeft dus een open rug. Wat ik dus echt mega, mega leuk vind. Nu zal het niet heel goed te zien zijn. Maar er zit dus een touwtje waardoor je hem dus aan de achterkant gewoon vast kan maken. En dan heb je dus een heel gat bij je rug. En dat vind ik echt mega leuk staan. Het lijkt me heel gaaf met bijvoorbeeld een stoere mom jeans of zo eronder. Of juist een kort broekje en dan leuke cowboylaarsjes eronder. Of een leuk tasje erbij. Het is nu een beetje lastig te laten zien. Maar ik hoop dat je het op de aanbeelden ietsjes beter kan zien. Maar deze heb ik dus in een maatje S. En was 8 euro. Dit is het shirtje dat van voor heel simpel lijkt. Maar van achter echt mega leuk is. Ik heb nu natuurlijk een BH eronder aan. Dat is niet helemaal de bedoeling. Zelf zou ik dit gewoon met een plak BH dragen. Want ik weet natuurlijk niet hoe erg die doorschijnt. Dus ik zou er voor zekerheid gewoon lekker een plak BH onder doen. En dan die BH weg. Oh, misschien kan ik die bandjes eventjes wegstoppen. Dan zien jullie het idee wat meer. Dit is toch te leuk voor op een mom jeans of zo. Met een leuk tasje erbij. Leuk laarsjes eronder. Echt heel erg leuk. Dus dat is deze. Dan nog een bikini. Ja, er komen nog twee bikinis aan hier. Ik zei al, ik heb veel te veel bikinis. Maar goed. Deze heb ik ook in een maatje S. En deze heb ik dus al van de vorige Shein shoplog als je die hebt gezien. Maar dat is een zwarte en dit is een witte. Ik weet niet, als je gewoon lekker bruin bent, vind ik wit echt een hele mooie kleur. Je moet wel oppassen natuurlijk dat het niet doorschijnt. Maar het is dus deze triangeltop. Ook hier zitten weer van die bizarre cups in. Maar bij die zwarte heb ik die er toen ook uitgehaald. En het zit gewoon veel mooier, want ja, dit vind ik gewoon echt niks. Als die cups eruit zijn, is het echt een top bikini. Hij zit zo mooi, hij sluit gewoon echt heel erg mooi hierbovenaan. Hij heeft gewoon echt een hele mooie vorm, net zoals het broekje. Het broekje zit echt heel hoog uitgesneden, waardoor je echt hele smalle taille krijgt en mooie lange benen. En yes, I like it a lot. Dit is dus het broekje. En deze heb ik dus ook weer in een S en was 14 euro. En ze hebben er ook nog super veel andere kleurtjes van. Ik heb nu dus een witte en een zwarte, gewoon lekkere basic kleurtjes. Maar ik vind het echt een heel erg leuk bikinietje. Dus dat is deze. Dit is de witte top. Ik vind hem op zich wel heel mooi. Alleen, ik weet niet, ik vind die zwarte toch gewoon iets mooier. Kijk, hij lubbert hier ook best wel een beetje aan de zijkant. Ik heb de cups er weer gewoon uitgehaald. Kijk, want als die bandjes gewoon recht zitten, dan gaat het heel erg lubberen. Maar als je ze zeg maar dan helemaal naar binnen trekt, dan is het wel minder. Maar ik vind het niet mooi als het zo naar binnen loopt. Dan lijken je schouders echt heel erg breed. Bij dat witte zie je het nog beter. Dat gat waar je de cups in en uit kan doen, dat schijnt echt mee. Dan gaan we door met weer iets wit. Het zit wel in een romwezak. En het is van Shein, maar waarschijnlijk is het gewoon een en al hetzelfde bedrijf. Maar goed. Ik heb deze weer in een maatje S. En dit is een topje. En die vind ik echt onwijs leuk. Ik heb dus in mijn vorige Shein shoplog had ik ook zo'n soort topje. Dat bedacht ik me later pas. Maar ik vond deze gewoon zo schattig. Kijk maar hoe leuk.
Hij heeft dus ook weer van die leuke pofmouwtjes aan de zijkant. En dan de voorkant heeft hij dus ook twee touwtjes waar je dus aan kan trekken. Dat is zeg maar zo'n beetje opgetrokken wordt aan de voorkant. Waardoor je iets meer décolleté krijgt. Vind ik altijd wel heel erg leuk. Oh, ik vind deze heel leuk. Hij is echt heel mooi. Heel mooi kant is het ook. Het is niet van dat goedkope kant, zeg maar. Oh, het ziet er echt heel goed uit. Dus dat is deze. En ik vind dat de maten bij Shein best wel op maat vallen. Een S is omgerekend natuurlijk gewoon een 36. Dus dat klopt ongeveer wel. En alles past eigenlijk perfect van Shein tot nu toe. Dus dat is deze. En ik zal even kijken hoeveel deze kostte. Dit topje was 11 euro. Dit topje vind ik zo schattig. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat hij zeg maar die roesjes hier aan de onderkant heeft. En dat hij dan zo omhoog loopt. En je zou hem eventueel nog strakker kunnen doen. Maar ik vind dit wel een mooie hoogte eigenlijk. Achter zit hij ook echt perfect. Het is natuurlijk helemaal van elastiek, dus rekt dat gewoon lekker mee. Is echt heel erg leuk. Ik merk nu misschien echt wel dat ik echt nog helemaal in de zomerstemming zat toen ik deze items bestelde. Het was echt 2 weken geleden of zo heb ik dit doorgekeken, deze items. En toen was het zeg maar echt de hittegolf in Nederland. En toen zat ik echt nog in mijn hoofd in die zomersfeer. Maar het is nu gewoon wel iets meer herfst weer aan het worden. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik heb wel een heel erg leuk geel jurkje voor zomer volgend jaar alvast. Deze heb ik in een maatje XS. Waarschijnlijk zag ik dan dat het model een andere maat aan had of zo. En deze vind ik echt onwijs leuk. Ik vind geel echt een hele leuke kleur voor in de zomer. In de winter staat het me wat minder, omdat je dan altijd weer wat bleker wordt. Maar dit is het jurkje. Het is een heel strak, nauw aansluitend jurkje. De mouwtjes kan je denk ik zo dragen, maar ik denk dat je hem ook wel off the shoulder kan dragen. Dat is ook wel heel erg leuk. Verder is het echt van zo'n elastieke rekstof en heeft hij overal leuke roesjes aan zitten. Ik denk dat ik wel blij ben dat ik hier een XS van besteld heb, omdat hij natuurlijk echt nog enorm meerekt. Ik vind deze heel leuk. Mooie kwaliteit ook. Soms verbaas ik me gewoon echt hoe goed de kwaliteit van Shein is geworden. Kijk, vroeger had je natuurlijk wel eens dat je dan iets bestelde en het was gewoon echt, nou, je dacht je kan zo de prullenbak weer invliegeren. Maar nu dat tegenwoordig de kwaliteit van Shein is gewoon echt heel prima. Gewoon echt een beetje Bershka, Primark-achtig. Misschien nog wel beter soms dan de Primark. Echt heel erg leuk. Dus dat is deze. En deze kost 22 euro. Ik dacht, die jurkjes zijn misschien wat makkelijker te laten zien via de spiegel. Maar dit is dus het gele jurkje. Ik vind hem zo leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Ik ben wel heel blij dat ik een XS heb genomen. Want hij rekt echt heel erg mee. Dus twijfel je nou tussen twee maten, zou ik lekker de kleine maat aanraden. Ik vind hem echt heel erg schattig. Kijk, nu heb ik ook nog best wel mijn bruine kleurtje van Italië. Dus dan vind ik hem nog extra leuk. Oh, heel leuk. Met een leuk tasje erbij. Dan nog een bikini. Weer een blauwe bikini. Echt, ik weet niet, mijn lievelingskleur is gewoon echt blauw. Zo ook weer met deze bikini. En deze heb ik in een maatje S. En deze bikini zie je best wel vaak voorbij komen. Dus ik moest hem ook gewoon hebben. Hij voelt wel echt heel dun aan. Echt heel dun. Ik heb deze in een maatje S, dus zoals ik zei. En dit is het broekje. Het is gewoon volgens mij best wel een normaal broekje. Maar ik vind het altijd lekker om ze toch wat hoger op te trekken. Ik weet niet. Het lijkt een beetje alsof die al een beetje is uitgelubberd of zo. Terwijl die volgens mij gewoon nog niet gedragen is. Maar kijk. Dit is het stofje. Dat is zeg maar ook echt zo'n soort van trekstofje. Misschien is het gewoon, hoort dat gewoon zo. Dat neem ik aan van wel. Het topje is wel minder uitgelubberd voor mijn gevoel. Maar goed. Dat is dit topje. Het is meer een beetje een sportief bikinietje. Vind ik ook wel heel erg leuk. Die zit dus zo. En de achterkant is gewoon een rechte band. Deze kan je verder niet verstellen. Dus je moet echt geluk hebben dat deze past. Deze bikini voelt wel qua kwaliteit het minste aan. Die andere voelen echt lekker stevig en dik. En deze voelt wel een beetje gewoon slappy de babby, zeg maar. Hier zitten verder ook geen cups in. Dus dat vind ik aan de andere kant wel weer chill. Hoef ik ze er niet uit te halen. Dus dat is deze. En die heb ik dus, zoals ik volgens mij al gezegd, in een maatje S. En deze was 12 euro. En die hebben ze ook nog in heel veel andere kleurtjes. Maar zoals ik zei, I love blue, so yeah. Dan deze blauwe bikini. En ik vind hem niet lelijk, maar het laat ook niet je beste kanten zeg maar zien. Want ik vind het gewoon wel heel erg mooi als je een beetje zeg maar zo décolleté hebt. Maar deze is gewoon inderdaad gewoon, ja, wat sportiever. Ik vind hem echt niet lelijk, maar het is denk ik wel mijn minst favoriet. Die bandjes zitten ook echt best wel los. Die kunnen gewoon ieder moment zeg maar afzakken als je hem draagt. Dus ja, broekje zit verder wel heel erg mooi. En ik vind de kleur ook gewoon heel mooi. Het is ook wel gewoon echt een hele mooie bikini. Alleen, ja, ik hou denk ik gewoon meer van een beetje die triangelvormige dingen. Maar ik vind hem verder wel heel erg leuk voor gewoon een keertje naar het strand of zo. Maar inderdaad, hij zit dus wel
best wel los. Het was wel chill geweest als je die bandjes zeg maar nog gewoon zelf had kunnen verstellen. En dat was alweer de eerste doos. En dan gaan we verder naar de tweede doos. Oké, hier zitten dus de laatste twee dingen in. En iets wat me echt gelijk opvalt is deze bikini. Hij lijkt op camera misschien wat minder fel, maar hij ziet echt gewoon echt oprecht neon. Wat ik niet had verwacht trouwens. Oh my god, hier je ogen doen gewoon pijn. Maar dit is dus weer dezelfde als die lichtblauw die ik net liet zien met die beugel. Ik kon gewoon echt niet kiezen tussen oranje of blauw. Dus ik had ze maar allebei gekozen. Ook weer in een maatje S. Hier zitten die cups nog wel in. Ik weet niet of je dat kan zien. Maar die kan je er ook weer gewoon uithalen. En dit is weer het broekje. Ook weer een wat groter broekje, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi. Ik ga jullie eventjes de foto laten zien van internet. Want dan kunnen jullie zien dat het best wel een verschilletje is. De foto lijkt hier gewoon veel meer... Kijk. Ik weet niet of je het ziet. Dit is gewoon echt een soort van mandarijn oranje. En dit is gewoon echt fluor oranje. Ik hoop dat het een beetje goed overkomt op de camera. Maar het is gewoon echt ja, neon een beetje. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar ik dacht dat het iets meer mandarijn oranje was. Maar op zich vind ik het wel heel erg leuk. Dus dat is deze. Dan de oranje. En ik weet niet precies waarom. Maar ik heb het gevoel dat deze iets groter is dan die blauwe. Of zo. Van die blauwe iets mooier zit. En ik weet niet of je het hier kunt zien. Maar het gat zeg maar waar je de cups in en uit kan halen. Dat schijnt best wel door. En ik weet, ik vind hem wel leuk. Maar ik vind die blauwe denk ik toch wel wat leuker. Ook het broekje van deze voet iets groter aan dan de blauwe. Die blauwe zit gewoon net eventjes iets mooier. Maar verder is het wel gewoon precies dezelfde bikini. Kijk, hij lubbert hier ook een beetje. En die blauwe had dat niet. En dan als allerlaatste heb ik een wit jurkje. Ik had nog niet genoeg witte jurkjes. Deze heb ik ook weer in een maatje S. En vond ik er echt heel erg schattig uitzien. Ze hadden ook nog een lichtblauwe en een beetje een donkerblauwe. Maar ik weet niet, ik vond bij deze vond ik wit gewoon wel echt heel erg leuk. Ik denk wel dat hij mega erg door gaat schijnen, maar oké. Dit is het jurkje. Ook deze weer van die schattige mouwtjes. En kan je weer off-shoulder dragen of gewoon recht, denk ik. Of zijn deze wel off-shoulder bedoeld? Ik heb geen idee. Ik denk het wel. En verder is het toch ook echt een heel erg schattig jurkje. Echt heel leuk. Aan de voorkant kan je hem ook weer knopen met een touwtjes. Aan de ja, ik weet nou niet of die nou door gaat schijnen of niet. Er zit wel een onderjurkje onder volgens mij. Ja, er zit wel een onderjurkje onder, maar die is nou ook niet heel dekkend of zo. Ja, ik vind het wel een leuk jurkje. Maar de kwaliteit voelt wel ietsjes minder aan. Dus ik hoop dat die mooi gaat staan. En dit jurkje, die was 14 euro. Dit jurkje vind ik ook echt heel schattig. Hij schijnt wel een heel klein beetje door. Heb ik het idee. Maar op zich valt het redelijk mee. Ik vind die bovenkant ook echt heel leuk. Die touwtjes zijn wel rete lang. Misschien dat ik die nog een stukje afknip. Maar kijk, je ziet echt dat hier het onderjurkje begint. Dus hier schijnt het wel een beetje door en daarna niet meer. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ze hadden hem beter door kunnen trekken, denk ik. Maar heel leuk. Dat waren dan alle items. Ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke video vonden. Ook heb ik weer een kortingscode voor jullie. Die zal in de beschrijving staan. Dus maak er lekker gebruik van. De volgende keer bij de Shein Shop blog zal ik proberen wat meer herfst items te scoren. Ik heb dus eigenlijk nog nooit op Shein echt herfst items of truien of zo gekocht. Echt altijd alleen maar bikinis en jurkjes en topjes. Dus dat is misschien een leuke uitdaging voor de volgende keer. Dus zeker een duimpje omhoog als je nog meer Shein Shop blogs wilt. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot snel weer!